afsluitdijk. De afsluitdijk moet ons beschermen tegen water. Grote delen van Nederland zijn afhankelijk van de afsluitdijk als waterkering bij overstromingen. Maar wist je dat de afsluitdijk voor vissen een hindernis vormt? Veel trekvissen hebben zout en zoet water nodig om in op te groeien en om zich in voor te planten. Sinds de aanleg van de dijk in 1932 worden hun trekroutes geblokkeerd. Dat is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen. Er wordt hier hard gewerkt, want na bijna 90 jaar wordt de dijk verstevigd. En dat is het moment om ook de vissen een handje te helpen. Er komt een verbinding tussen het zoute van de Waddenzee en het zoete van het IJsselmeer. De vismigratierivier. De vismigratierivier werkt zo. Als het eb is op de Waddenzee, stroomt er zoet water uit het IJsselmeer via de vismigratierivier naar buiten. Ook wel een lokstroom genoemd. De vissen proeven en ruiken deze lokstroom en weten zo de ingang te vinden. Grote vissen, zoals de zalm en de zeeforel, zwemmen tijdens eb tegen deze zoete lokstroom in naar binnen. Terwijl de kleine vissen, zoals de glasaal, op de vloedstroom wachten en zich laten meevoeren. De deur staat altijd open, tenzij de waterveiligheid in gevaar komt. Dan sluiten we de dijk af met een stormvloedkering. Eenmaal binnen leggen de vissen een 4 kilometer lange, slingerende rivier af. In deze rivier mengt het zoute water zich met het zoete water uit het IJsselmeer. Zo kunnen de vissen langzaam wennen aan het zoete water. In het IJsselmeer, of verder stroomopwaarts richting grote rivieren als de Rijn, kunnen de vissen verder opgroeien of zich voortplanten. Maar goed, waar hebben we het eigenlijk over? Om hoeveel vissen gaat het en waar komen ze vandaan? Ik vraag dat aan zeebioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. Dat is een van de initiatiefnemers van de vismigratierivier. En ik spreek hem hier in het Afsluitdijk Waddencenter. Nou Wouter, dat gigantische project, de Waddenvereniging is dus een van de initiatiefnemers. En wie nog meer? Waddenvereniging, het Friske Geer, Stichting Blauwe Hart. Dat zijn twee natuurbeschermers, dus één aan de ene kant van de dijk en één aan de andere kant van de dijk. En de sport- en beroepsvissers. Dus beide organisaties hebben elkaar, dus al deze organisaties hebben elkaar gevonden om te werken aan de visstand, zowel in het IJsselmeer als in de Waddenzee. De afsluitdijk is ruim 80 jaar geleden aangelegd. En nu is het tijd om hem te versterken, hem op te knappen. En dat was voor ons het moment dat wij onze vinger opstaken. Ik zei, ja, versterken prachtig, maar er moet ook één gaatje in. En een gaatje voor de vis. Ja, en hoe hebben ze daarop gereageerd? Nou ja, een beetje zoals wij hier ook staan te lachen. Van nou ja, ja ik begrijp het. Maar uiteindelijk toch ook wel vanuit het besef wat het aanleggen van zo'n enorme barrière doet voor die natuurgebieden. Dat we eigenlijk heel snel al constructief met elkaar hebben zitten denken en zitten werken hoe we dat zouden kunnen doen. Uiteraard volkomen veilig, maar wel dat we hem ook zo zouden aanleggen dat hij fantastisch werkt voor die honderden miljoenen vissen die naar binnen toe willen. En zeker in Nederland zijn we heel goed in het leggen van dammetjes en dijkjes. Dus die trekvissen hebben het gewoon knap lastig in deze tijd. Maar gaat die vismigratierivier dan wel werken, helpen? Want ze komen toch nog meer barrières tegen. Ja, maar de voordeur moet open. En op het moment dat we dat voor elkaar krijgen, ja, dan gaan ook al die maatregelen die al genomen zijn en die nog genomen gaan worden, in het binnenland, zoals wij dat dan zeggen, ja, die gaan ook veel meer resultaat geven. Ja, dat gaat dus beter werken, het versterkt elkaar. Ja, die vissen die leggen een route af. Nou ja, eigenlijk moeten ze al die, ja, dat hele, hun hele levenscyclus, een hele rondje kunnen maken. En daarvoor moeten al die barrières passeerbaar zijn. Dus ze moeten daar voorbij kunnen komen. En waar doen jullie het dan voor? Om die vissen te behouden? Ja, vissen horen voor een bioloog altijd in het geheel. Dus ik kijk ook naar zeehonden en ik kijk ook naar visetende vogels. Dus een goede visstand, een goed veel aantal vissen in het water, betekent voedsel ook weer voor die dieren. En zo werkt het in de natuur. Als de basis goed is, dus als er voldoende vis is, ja, dan zie je ook dat de andere diersoorten daarvan gaan profiteren. Ja, en de hele natuur. De hele natuur, het hele absoluut. Het profiteert ervan, ja. Er gaan dus honderden miljoenen vissen mee geholpen zijn. Ja. Nou, dat is dus goed nieuws voor de vissen, die vismigratierivier. Maar kan dat ook allemaal zomaar?
kunnen we een vrije doorgang maken voor de trekvissen en toch de waterveiligheid garanderen. Iemand die daar alles over weet is Erik Bruinslot van de provincie Friesland. Erik, hoe krijg je het voor elkaar om een gat in de dijk te maken en toch waterveiligheid te garanderen? Nou, dat kun je alleen maar als je een ultieme samenwerking hebt met verschillende partijen. Te beginnen natuurlijk bij de samenwerking met Rijkswaterstaat. We zitten helemaal in Rijksgebied. IJsselmeer is van het Rijk, de Waddenzee is van het Rijk en de Afsluitdijk is van het Rijk. En als je dan de ambitie hebt om daar dwars doorheen te gaan voor vissen, wat natuurlijk fantastisch is, dan moet je dat bij elkaar gaan brengen. Wat komt er nou eigenlijk allemaal kijken bij zo'n gigantisch project? Nou, het is een proces van jaren. Het begint dus bij dat je elkaar opzoekt. En absoluut de ambitie om naast boten te schutten en water wat we teveel hebben op de Waddenzee te lozen, ook die natuurverbinding weer volwaardig erin te hebben. De Zuiderzee was natuurlijk een enorm rijk ecologisch gebied en dat zijn we eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Nou, die ambitie die is steeds drijvend en leidend geweest op het ontwikkelen en bouwen van de vismigratierivier. Nou, dat doe je met alle partijen die daar een belang bij hebben en die leveren dan hun top-experts, zeg maar. Nou, en als je dat bij elkaar in een hok zet en ieder gaat zijn ding doen waar hij goed in is en je hebt respect voor elkaar, en dat is hier absoluut het geval, dan kun je hele mooie dingen bereiken. En dan kun je dus de moed hebben om midden in zo'n afsluitdijk die hartstikke veilig moet zijn, Nederland moet beschermen tegen hoogwater, toch een gat te bouwen. Ja. En dat is echt Nederlands watermanagement van de 21ste eeuw. Ja. En het ultieme is natuurlijk dat wij hier waterbouwkundig en ecologisch en landschappelijk over hebben nagedacht. En dan letterlijk straks het teruggeven aan de natuur en één stap terug doen en de natuur vrij spel geven, het getij het over laten nemen. En dat is wat, dat is hier de ultieme uitdaging. Dus samenwerken met de natuur. Succes. Dankjewel. Friesland krijgt er een hotspot voor ecotourisme bij. Pal aan de Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed. Nergens anders vind je zoiets als de vismigratierivier. En dat terwijl er veel meer plekken zijn die vragen om een vergelijkbare oplossing. De vismigratierivier is dus een unieke kans voor de waterbouwsector om vanaf de afsluitdijk de wijde wereld in te trekken. Net als de vissen. Blije vissen.